Welkom terug op mijn kanaal, waar ik denk anderhalf, twee jaar niks meer gepost heb, geplaatst. Soms gebeuren er wel dingen in het leven, waardoor andere zaken prioriteit krijgen dan wat je op dat moment mee bezig bent. Er is best wel wat veranderd in mijn leven. Leuke dingen, minder leuke dingen. Maar ik ben er weer. Ik ga weer proberen wat meer te posten. Vandaag een klein update filmpje waarin we ook even gaan kijken naar de laatste spulletjes die ik net ontvangen heb. En dan hoop ik in de loop van de weken wat meer dingen te kunnen plaatsen die ik de afgelopen tijd gemaakt heb. Ik denk het grootste nieuws dat ik kan geven is dat ik sinds afgelopen oktober onderdeel ben geworden van het designteam van Kimya. En dat vind ik echt superleuk. En daar heb ik al meerdere dingen voor gemaakt. En de unboxing die ik nu ga doen voor jullie, of in ieder geval de spulletjes die ik laat zien, die komen ook bij Kimya vandaan. Ik zal even beginnen met twee lijnen die ik al een hele tijd wilde voor de foto's van Guus. Dat is de Playtime van Minté en de School Days van Minté. Guus gaat nog niet naar school, maar gaat wel dit jaar. Dus ik was ergens een klein beetje bang dat hij misschien in het einde van dit jaar niet meer te krijgen zou zijn. Dus ik heb bijna de hele lijn Luan gekocht. Dus dat is een klein blokje van 6x6, van 15x15. Een grotere van 6x8 inch, dat is 15x20. Er zit weer net ander papier in en die-cuts dan in deze. Dan de paper die cuts. En het grote papierpakket. Dan heb ik ook van de andere lijn bijna alles. Dus ook weer de 15x15. Oh, die bellen zijn ook leuk. Ik merk dat ik het voor Guus af en toe lastig vind om leuke lijnen te vinden. Om zijn foto's van nu mee te scrappen. Want het is bijna allemaal of baby of naar school gaan. En hij zit daar gewoon net tussen. En daarvan heb ik dan ook de 30x30. Dus de 12x12 papieren. Ook weer de 6x8. Met de die cuts. Minté is een lijn die ik eigenlijk nooit zo heel vaak gebruikte. Maar waar ik wel steeds die ik steeds leuker ga vinden. En ook steeds meer mee kan. Deze zijn dus bedoeld voor foto's van Guus. Voor zijn albums. Nou, dan heeft Tim Holtz net een nieuwe lijn uit. En nieuwe spulletjes. Daar heb ik ook wat dingen van besteld. En ik denk, die gaan we ook eens even bekijken. Dit is de booklet folio. Eens even kijken. Daar zit dus ook een touwtje bij.
En een lintje. Dat is dus een buitenkant en pagina's. Een boekje. Dit is een boekje met 4. En dit ook. En er zit dan een touwtje bij. Zit er dan ook een beetje hoe je zou denken dat je dit kan doen. Nee. Maar ik denk dat je... Tenminste, wat je zou kunnen doen nadat je hem versierd hebt, is hier en dan hierdoor en met die hetzelfde. En dan heb je eigenlijk de boekjes zo, ieder zijn een kant. En dan kan hij dicht en je kan het lintje erom doen. Hier ga ik nog wel wat leuks mee verzinnen. Hier kan ik wel veel leuke dingen mee maken. En even kijken. Dan heb ik ook de pocketfolio. Gaan we ook eens even bekijken. Weer een leuk lintje. En ik dacht... Ik zat zo te kijken en denk, oh, dat zijn losse delen, maar... Oh, het zijn wel losse delen. Of niet? Ja, kijk, die kan je eruit halen. En je kan hem er hier uithalen. Makkelijker om hem te versieren. Zoals je wil. En dan kan je hem er dus hier weer inschuiven. En ook weer een lintje onder. Dan heb ik nog de faalkaarts. Dit zijn envelopjes en kaartjes. Even kijken, er zitten er volgens mij 3 van elk. Dus 3 van die booklet dingetjes. Loonzak envelopjes. Coin envelopes. Geen idee hoe ze die in het Engels noemen. 3 pockets. En 3 envelopjes waar een rond gat uit is. Die gaan denk ik ook mooi in een junk journal. Misschien had ik er ook nog wel eentje uit elkaar haal, zodat ik hem de maten na kan maken. De filefolders. Die gaan we dan ook maar even bekijken. Nou, het zijn er 6. 3 verschillende maten. 2 verschillende maten. Met de tapjes allemaal aan een andere kant. Mocht je ze dan ergens voor willen gebruiken, dan heb je dat zo. En de grote maat ook. En voor wie het wil weten,
Deze zijn 5 bij 3 en 5/8. Ja, 5/8. Die kleine pagina is dan iets meer dan 3 1/4. En als we die erbij hebben, dan zit die op 4. Dus hier is die 4 3/4. En dit is 6. Dan hebben we de collage papers. Dunne papiertjes. De velletjes zijn... staat er een maat op überhaupt? Dan hoef ik het niet op te meten. Nee, staat wel op. Zitten 30 stuks in. En ze zijn... 6 by 4 5/8. Ongeveer. Zitten de designs er dan ook vaker in? Of zijn het echt net? Het zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja, het zijn 15 designs, dus dan zullen ze er allemaal 2 keer in zitten. Deze zijn leuk voor achtergrondjes. Dit is dan ook net zoals de stempelset. Hier ben ik wel weer blij mee. Ik ben eigenlijk met alles altijd wel blij. En de nieuwe paper dolls. Dus weer de poppetjes. Maar hier zitten ook auto's bij. Huizen. In het groot en in het klein zo te zien. En die auto's die vind ik wel heel cool. En ook weer volwassenen, kinderen, stelletjes. Solo. Van alles weer. Dus die kan ik weer gaan gebruiken bij ook mijn junk journalen, maar ook mijn art journalen. En de dingen die ik nog ga uitvogelen om te doen. Nou, dan heb ik nog 1 ding liggen. En dat heeft ook al een bestemming. Oh, wacht. Ik heb nog iets van de Timmels. De Salvaged Hearts. Ik dacht, dat zijn houten figuurtjes. Blijkbaar is dat niet zo. En dat vind ik eigenlijk wel heel jammer. Het is plastic. En het glanst ook wat. En ja, dat vind ik zelf wat moeilijker te bewerken. Dus wel met alcohol inkt weer heel makkelijk te doen. Maar ja, als ik ze met inkt of zo wil gebruiken, dan zal ik ze eerst weer in de gesso moeten zetten. En, vind ik een beetje een gemiste kans. Dat, ik denk als ik geweten had dat het plastic was geweest, dat ik ze misschien niet had aangeschaft. Maar ze zijn wel heel leuk. Alleen jammer van het materiaal. Nou. Dan... heb ik hier nog spullen liggen voor een vakantiealbum, een zomeralbum. Aankomende zomer komt er bij Kimya een zomerprojectje.
gemaakt door mij. En dan krijg je elke 4 weken lang elke week een filmpje hoe je het gaat maken. Er zijn basispakketjes komen er dan bij Kimya. Die zijn er nog niet. Dus het heeft niet geen zin om daar nu naar te kijken. Maar ik denk ik laat jullie alvast het papier zien. Wat ik... Hey, die is los. Waarom is die los? Die zit niet helemaal goed meer. Wat ik wil gaan gebruiken. Dit is de Coastal Memories. Van Minté. De grote en de 6x8. Even. Dus met schelpjes en bloemetjes. Allemaal beach vibe. Ja, zo heet het ook, coastal. Dat is heel logisch. Deze erbij zijn ook van Minté. De Seaside set. Cardstock. Vijf kleurtjes, dat had ik ook gevraagd, die erbij passen. En ik had gevraagd of Femke voor mij een linsetje wil maken. Ik vind het altijd zo lastig om dan te kiezen vanaf een schermpje welke lintjes leuk zijn bij zo'n set. Als ik die nou eens even weghaal, dan zien we het waarschijnlijk wat beter. Maar dan is het bij Kimya altijd heel fijn dat je daar gewoon kan aangeven van joh, ik wil graag een linsetje bij deze lijn. En dan worden er altijd hele leuke lintjes uitgezocht. Nu ook weer. Ook lintjes dat ik denk van hey, die wil ik ook gewoon zelf hebben in mijn verzameling. Want die passen zo leuk bij andere dingen die ik maak. Zo, ik ben hier blij mee. Oh, deze is ook leuk. En visnetjes besteld. Die wil ik gaan gebruiken aan de buitenkant van het album. Ik denk, daar kan ik ook heel leuk dingen mee doen. Die hebben ze in verschillende kleuren, van blauw. Verschillende kleuren blauw ook nog. Deze, die... ik heb neutraal gekozen, omdat ik niet zo goed wist welke blauwe er mooi zou passen bij het papier. Maar ik denk dat ik hier wel de goede keuze mee heb gemaakt. En dan heb ik nog houtjes besteld. Eens even kijken. Dit komt dus allemaal bij Kimya vandaan. En ja, wil je graag meer weten over het zomerproject, dan hou de website in de gaten of de Facebookpagina of de Facebookgroep van Kimya, Creatief met Kimya Verpakkingen. En dan komt dat designertijd er allemaal op te staan. Dat was hem. Tot de volgende keer. Wat sneller gaat zijn dan de vorige keer dat ik gepost heb. Fijne dag nog. Dag!